Op een donkere, regenachtige oktoberavond wordt er bij Volkerts nog hard gewerkt aan het drukwerk van de Sinterklaasintocht. Drukte met al die Sinterklaas toestanden. Posters, flyers. Rondom het pand verschijnen er plots twee duistere figuren. Zonder sleutel weten zij zich toegang te verschaffen in de drukkerij. Zij komen daar tot een merkwaardige ontdekking. Hier klopt iets niet. Toch klopt er iets niet, Piet. Zie jij het ook? Ik ben er ondersteboven van. Ja, precies. Hij zit verkeerd hoor. Kijk, als ik nou zo kijk... Ja, dan is hij goed. Maar als ik zo kijk, dan is hij op zijn kop. Nou, dan moeten de mensen gewoon maar even zo bekijken. En dan komt het wel weer goed. Ja. Hoor ik nou wat? Onder het motto meten is weten vindt hier een grondig kwaliteitsonderzoek plaats. Maar het ziet er prachtig uit. Of het zit er Nicolas zelfs. Ja, precies. Ik vind hem helemaal top. Ja. Ik denk ook dat we hem zo op moeten halen. Ik denk dat hij ook deze kant op moet. Deze kant. Ja. Nou, we rollen op en we nemen hem lekker mee. Er zit maar één ding op. Sinterklaas zal zelf het eindresultaat moeten bepalen. Geruisloos verlaten de Pieten het pand op weg naar de Sint met de posters in hun hand. Weten jullie al dat de intocht by night is? Check de website www.intochtsinterklaas.nl